Wauw, goeiedag dag iedereen. Waarom wauw? Omdat we een positieve kaart hebben, de meest positieve kaart in um, de dek: de zon. Maar eerst en vooral, dit is voor 19 september, donderdag 2024. We hebben de ridder van pentakels. Zo, so een vriendschap kan een langere termijn worden. Dit kan in carrière zijn of romans, huwelijk, verloving. Een uitbreiding van de familie in geld of materiële dingen. Je kan te maken hebben met een stier, een maagd of een steenbok. Ook betekent dit nieuws. Misschien ga je een goed nieuws ontvangen tussen nu en steenbok. Kijk even terug naar de jaarlijkse video's op YouTube. Het is Nederlands. Ook heb je. De zon. De zon betekent dat je kan gaan verhuizen, uitbreiden. Uh, definitief, de zon schijnt op jou. Je staat in de schijnwerpers. Je wordt gezien, je hebt recognities, zij in carrière, carrière of liefde. Maar er is ook een donkere kant. Zo geheimen kunnen onthuld worden. Heb jij geheimen, wees voorzichtig met wie je de geheimen deelt. Ook kan je te maken hebben met een leeuw. Aangezien deze kaart de leeuw representeert. 19 wordt een 10. En dat betekent completion, vol, uh, voltooiing. Waar er is een voltooiing, er is een einde en een nieuw begin. Hier heb je de hand van de Heel Al. Die komt je iets toereiken. Zoals ik zei: er is ook een donkere kant, zo so doe je speurwerk. En check en dubbelcheck um, als je op vakantie gaat. of als je officiële documentatie gaat tekenen. Lees de kleine lettertjes. Ook kan dit zijn salarisverhoging, promotie, verloving, huwelijk. starten van een gezin. of uitbreiding van gezin met een baby, een dier, een huisdier. of een nieuw project. Zo, so, alles op alles is een goede, goede dag vandaag. De zon is al vaker uitgekomen de afgelopen dagen of week. En definitief, wees creatief en blijf gaan. Blijf in actie, want je valt op. Heb een fantastische dag.